Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 76. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik graag een symptoom van stress met je bespreken. Wat ja, wellicht wat minder voorkomt en wat minder voor de hand liggend is. Maar wat ik toch wel regelmatig hoor, is flauwvallen. Of het gevoel te gaan flauwvallen. Nou, flauwvallen gebeurt over het algemeen op het moment dat je bloeddruk ineens heel erg daalt. En er dus minder bloed in je hersenen beschikbaar is, waardoor je het bewustzijn tijdelijk verliest. Nou, over het algemeen heb je bij stress juist een verhoogde bloeddruk. Hè? Een stressreactie stuwt je bloeddruk op, zodat er meer bloed en zuurstof naar je spieren gaat om in actie te komen. Die stressreactie die hebben we al wel wat vaker besproken. Maar op het moment dat het weer rustig wordt, kan ineens die bloeddruk heel erg gaan zakken. En daardoor zou het kunnen zijn dat je flauwvalt. Nou, de eerste tip die ik heb als je het gevoel hebt dat je gaat flauwvallen is: ga zitten. Want op het moment dat je dan flauwvalt, heb je de minste kans dat je je bezeert omdat je valt. Dus als je al zit of ligt, dan is de kans dat je valt en je daarbij bezeert is een stuk minder. Dus dat is de eerste belangrijke tip. De tweede tip is, als je gaat zitten, doe eventjes je hoofd tussen je knieën. Leg dan je handen achter op je hoofd. Dus dit. En dan duw je met je handen je hoofd naar beneden. En met je hoofd duw je eigenlijk terug tegen die hand. Daardoor zet je wat kracht op de nekspieren. En dan stimuleer je eigenlijk de doorbloeding richting je hersenen. Waardoor de kans dat je flauw valt wat minder wordt. De derde tip is, als je regelmatig flauw valt, ga gewoon eventjes naar de dokter om te checken of er niet iets aan de hand is. Het kan natuurlijk met stress te maken hebben, maar het zou ook een andere oorzaak kunnen hebben. En juist door dat flauwvallen en de angst die je daarvoor mogelijk gaat ontwikkelen, ga je je stresssysteem steeds aanzetten. Dus het is gewoon handig om eventjes uit te sluiten dat er iets vervelends of ernstigs aan de hand is. Nou, ik hoop dat je met deze tips wat meer rust krijgt in je systeem. En dat je wat minder angstig bent om te gaan flauwvallen. En dat de stress daardoor wat afneemt. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video. Doei doei!